Henk ten Kate, laten we maar beginnen. Wie kunnen er niet bij zijn in het playoff-duel tegen Helmond Sport? Ja, we kunnen beter zeggen wie er wel bij kunnen zijn. Hè. Dat is bijna iedereen. Buis valt dan af. Dat is een blessure. Van Huis zit bij de tweede selectie. En dan hebben we het wel eens een beetje gehad. Als ik afga op de training vandaag, lijkt het systeem te worden aangepast. Klopt dat? Nou, niet aangepast. We hebben tegen Telstar een andere variant gespeeld. Maar daar valt niet zoveel verschil in te ontdekken. Je speelt wel tegen een tegenstander die met een open linkerkant speelt. Dus daar anticipeer je dan op als team. Dus. Ja, want eerder dit seizoen toevallig heb je als trainer al uit bij Helmond Sport gespeeld. En daar hebben jullie in ieder geval misschien wel een van de betere wedstrijden onder jouw leiding gespeeld. Ondanks dat jullie daar niet wonnen. Nou, we speelden wel goed, hè. Maar als je niet wint, heb je niet goed genoeg gespeeld. Ik vond de laatste wedstrijd tegen Telstar vond ik eigenlijk veel beter. Want daar hebben we wel de kansen benut die we creëerden. En, tegen Helmond toen de tijd niet, maar iedere wedstrijd staat op zich en dit is een hele nieuwe competitie. Zeggen dat we veel vertrouwen hebben. En, we hebben een goed gevoel. We hebben goed gewerkt deze hele week. En, de jongens zijn gretig, maar je ziet het. De laatste training geloofden we weer anderhalf uur op het veld gedaan. Ze wilden er niet af. Dus dat is een goed teken. Wat wel opviel vandaag is dat je wel veelvuldig het spel stillegde. En ze nu dan toch wel wat commentaar had op sommige spelers. Nou, commentaar op het spel. Commentaar op de speelstijl. Op de discipline, tactiediscipline. Waar je moet lopen, wat je moet doen. Hoe je het moet doen, daar hebben we natuurlijk de hele week aan gewerkt. En dan wil je het zeker de laatste training voordat de wedstrijd begint, wil je het eruit zien komen. En dat gebeurde niet altijd, of te laat. En het gaat juist om die momenten dat je vrijkomt en dat je hem dan ook moet krijgen. Dus dan leg je wat stil, dan zeg je wat. Dat is het eigenlijk. Oké, afgaand op de training lijkt het dus inderdaad dat je ook wel wat andere spelers opstelt die de rest van het eerder dit seizoen minder speelden. Het lijkt of Van Boksel gaat spelen, het lijkt of Bruinier gaat spelen, een speler die lang geblesseerd is geweest. Ja, het lijkt, maar dat zal morgen moeten blijken. Ik ga graag niet de opstelling geven natuurlijk, zo'n dag voor de wedstrijd. Maar de kans dat een van de twee speelt is wel groot. Bruinier bijvoorbeeld, is een jongen die heel lang eruit is geweest. Heb je wel het idee dat hij weer helemaal fit is, ondanks dat hij een jaar eruit is geweest? Hij speelde toevallig in zijn laatste wedstrijd in de vorige play-off tegen Willem II. Ik ga af op wat ik op de training zie. En wat ik in zijn invalbeurten gezien heb in wedstrijden. En dan heb ik het idee dat hij er meer dan klaar voor is. En hij is heel erg gretig. Hij heeft natuurlijk, wat je zegt, bijna een jaar niet gespeeld. Dus hij wil heel graag. En dat is een goed teken. Je wil ongetwijfeld niet vooruitkijken. Eventueel is Roda een volgende tegenstander. Nou, ik merk het al. Eerst Helmond Sport winnen, want dat is lastig genoeg. Dat lijkt me wel, ja. We zijn hetzelfde aantal punten geëindigd als Helmond Sport. Dus dat betekent dat het een tegenstander is van formaat. Ja, als je derde eindigt, gedeeld derde in de eerste divisie. Dus dan moet je niet rijker rekenen dan dat je bent. Dus het worden twee pittige potten, waarvan ik wel het geloof heb dat we erdoor gaan komen. Omdat ik vind dat we wat meer kwaliteit hebben. Je bent hier nu al geruime tijd. Heb je het idee dat je het team wel aardig richting je hand begint te krijgen? Nou ja, goed, je probeert wat en je kunt niet heel veel veranderen. Maar vanuit de speelstijl die ze gewend zijn, kun je een aantal dingen aanpassen. En dat hebben we wel gedaan. Het wordt goed opgepakt. Het belangrijkste is dat de spelers er vertrouwen in hebben. En ik kan nog zoveel vertrouwen, als die spelers dat niet hebben, dan... En dat gevoel zit wel goed, heb ik het idee. Hele belangrijke wedstrijd morgen. Kijk je vanavond ook met spanning uit wat er in Amsterdam gebeurt, waar een oud team van jou vanavond de Europa League kan winnen? In het team wat luistert naar de naam Chelsea? Ja, nou, het lijkt me een leuke wedstrijd. Want ik Benfica een hele goede ploeg vind. En ik heb toevallig in de voorronde Champions League zat Benfica bij Chelsea in de groep. En met name in die uiterstrijd was Benfica veel beter. En hadden ze moeten winnen. Dus, en ook in de thuiswedstrijd in Londen heeft Chelsea tot vlak voor het einde heel veel problemen gehad. Dus het lijkt me een geweldige wedstrijd.